Vandaag twee opnieuw bijzondere gasten. Frans van der Els, een topondernemer die zijn bedrijf verkocht in crisistijd. En meervoudig Olympisch kampioene, ja daar is ze, Leontien Zeiluyt van Moorsel. Dit programma wordt vooral mogelijk gemaakt door Sanidump, Meenhuis Uitvaartzorg, Eurotrade en Jax.nl. Dit is de Ruhr Lunchbreak. Leontien, jij kwam een half uur geleden binnen. Je pakte een bak koffie en zei, ik ben het helemaal zat deze tijd. Waarom eigenlijk? Nou, weet je, op het moment dat je dan binnenkomt. Ik ben toch opgegroeid in Brabant. Brabantse gezelligheid. Ja, Brabantse gezelligheid. Alles wordt gedaan met lekker eten, een knuffel op het moment dat je binnenkomt. Dat eten kan nog steeds, hè, Leontien? Ja, dat eten kan nog steeds en dat doen we ook volop. Maar die knuffel... Gewoon als ik vind het zo onpersoonlijk als je binnenkomt en dat je niet mensen die je goed kent even een knuffel geeft en mensen die je nog niet zo goed kent even een hand. Ja. Ja, ik vind het zo onpersoonlijk, zo afstandelijk. Daar ben ik klaar mee. Dat mis ik misschien wel het meeste. Je dochter op de middelbare school, is ze alweer naar school gegaan echt? Nee. Die is nu thuis online. Krijgt ze op dit moment les. Maar ik ben blij ook voor die kinderen als dit dadelijk... Dat ze gewoon weer een vast structuur hebben en gewoon weer de vriendinnen op kunnen zoeken. Nu mag dat wel weer een klein beetje. Maar die kinderen, die pubers hebben het ook gewoon echt lastig gehad. Schuilt er een goede lerares in jou? Want je hebt thuisonderwijs moeten geven met je man Michael. Wij? Ja? Nee, Indy doet alles zelf. Oké. Die doet echt, dat is echt petje af. Die hebben we nog niet één tel geholpen. Ja. Nee, die zoekt alles zelf uit en... daar hebben we eigenlijk geen kind aan, zeg maar. Ja, Frans, jij hebt je bedrijf Eurotrade onlangs verkocht in de crisis. Ja. Was dat nou achteraf een goed of heel slecht moment voor jou als ondernemer? Nou, dat was eigenlijk meer een beetje een samenloop van omstandigheden. Ik was natuurlijk al wat langer mee bezig. En dit verwacht natuurlijk ook niemand. Dat mensen alle toen ja zien komen. En op een gegeven moment had ik toch wel een soort van onderbuikgevoel. Van, joh, het moet ook niet te lang gaan duren, de verkoop van je winkel. En ik heb natuurlijk Parkinson, dus dat helpt ook niet. Dus uiteindelijk heb ik dan toch maar de eieren van mijn geld gekozen en gedacht, ik ga iemand zoeken die dat wel snel kan doen. En dat is voor mij natuurlijk fijn en ook voor de medewerkers natuurlijk, want ik heb natuurlijk 40 jongens lopen. En dan wil je eigenlijk ook toch wel zorgen dat het allemaal goed terecht komt. En het liefst met wat te doen, dat we het ook blijven doen. Dus je zegt gelijk een paar dingen die mij als journalist nopen door te vragen, om dat ouderwetse woord te gebruiken. Je zegt, die jongens, dat betekent dat jij als voormalig leider, baas van de jongens, dicht bij je werknemers altijd hebt gestaan? Ja, dat is altijd zo geweest. Het leuke ervan is dat ik ben eigenlijk de zaak die we nu hebben gaan doen, omdat we dat geleerd hadden bij de oude baas. En dan liepen we allemaal in de ketenpakkie. Ik ook. Mm-hmm. En totdat het zich voordeed dat ik het voor elkaar kon krijgen, dat ik het zelf ben gaan doen. En toen heb ik al die mensen die toen daar werkten gebeld. Er waren allemaal collega's natuurlijk van, kom bij mij werken. Dat zijn er natuurlijk al 14 geweest en dat zijn ze allemaal, hebben ze dat ook gedaan. Schets voor de mensen die het niet weten even het beeld wat Eurotrade precies doet, Frans. Ja, wij hebben een groothandel op technisch gebied en voornamelijk gereedschappen. Dat doen we eigenlijk voor de zware industrie, de grote jongens in het land. Pneumatisch, hydraulisch, alle soorten gereedschappen eigenlijk die gebruikt worden bij Shell, raffinaderij. Uniper, bijvoorbeeld waar ze energie maken op de Maasvlakte. Fokker, waar ze liefdrijven elkaar sleutelen. Ik ook en het is allemaal begonnen in die oude schuur, hè? En je mag nu voor bedrijven als Fokker en zo werken. Wij huurden gewoon van de fietsenmaker in het dorp een schuurtje. Daar zijn we begonnen met z'n tweeën. Ja. Ik een busje en ging gereedschap halen. En Frank die regelde eigenlijk alles binnen. Ja. En binnen een jaar hadden we gewoon 6 man binnengehaald. En het jaar erop gewoon ook weer een stuk of 7, geloof ik. Het ging echt helemaal uit zijn fatsoen. Hoe mooi is dit? Ik wil het net zeggen, dat is het voorrecht? Ja. Dat vind ik zulke mooie verhalen. Kan gewoon, als je wil. Ja, is dat het voorrecht van een van de dingen, Leontien, als je zelf bekend bent als sportvrouw, succesvol bent, dat je dit soort mensen tegenkomt met allemaal een verhaal? Ja, nou ja, dat vind ik mooi. En dan zie je, weet je, als je ergens je schouders onderzet, en dat zeg jij net ook gewoon terecht, dan is er heel veel mogelijk in het leven. Ja, ja. Je zei ook, ik heb Parkinson natuurlijk. Dat is voor jou een gegeven waar je ongeveer een tijdje aan gewend bent. Ik lach erom, maar het is hartstikke treurig eigenlijk. Hè? Ja. Hoe beïnvloedt dat jouw dagelijkse leven? Nou kijk, dat natuurlijk, het is eigenlijk meer een beetje omdat ik het nu 5 jaar gewend ben. Dus dat is natuurlijk een beetje een rare opmerking, dat het voor mij is natuurlijk natuurlijk. Maar mensen die natuurlijk Parkinson te kennen of weten wat het is, die zien natuurlijk wel dat je wat mankeert af en toe als je moe bent. En het is natuurlijk in het eerste jaar anders als je na 5 jaar, dat is bij mij natuurlijk ook zo. En
ja, je leert ermee leven. Je zal moeten. Want uiteindelijk is het natuurlijk gewoon onvermijdelijk dat je het heuveltje afgaat. Aan de andere kant bedenk ik natuurlijk ook weer hele mooie opportunities. Zeker met de stichting die ik natuurlijk opgericht heb. Om dan in contact te komen met mensen die er wat toe doen. Het gaat uiteindelijk om geld op te halen voor onderzoek naar de ziekte. Om het te kunnen remmen of stoppen. Dat zou helemaal mooi zijn natuurlijk. Maar dat is natuurlijk nog langer. Maar hoe ben je erachter gekomen? Want je gaat hier heel snel want 5 jaar geleden, wat waren voor jezelf dan de eerste signalen dat je zoiets had van ja, dit klopt niet? Nou, eigenlijk is het gewoon na 10 jaar, toen stond ik bij de dokter en toen was het al overduidelijk dat ik het had. En dat, daarvoor, 10 jaar geleden, zeg maar? Nee, dat is 5 jaar geleden. 5 jaar geleden. Dus ik heb 10 jaar de onderneming geleid en dat ging als een trein. En op een gegeven moment kwam er de klad in, omdat ik gewoon niet goed functioneerde. En toen dacht ik, ook gek dat je handtekening niet meer kan zetten. Maar dat weet ik al lang te laat, want ik ben niet zo naar de dokter gaan typen. En toen hadden we al zitten googlen van, joh, dat is ook gek, dat lijkt op Parkinson, weet je. Waar zou het nou van komen? Maar uiteindelijk is het toen we een keer in Marokko door de woestijn reden. Ik ben echt een autofanaat, dus we hebben zo'n Defender. Toen had ik al een keer rare gedragsvertoningen. Dat je denkt, joh, dat doet hij normaal nooit, weet je. Of dat je ineens opvliegt of zo. Dat had ik helemaal niet in mijn aard zitten. Toen was het eigenlijk al duidelijk van, joh, er markeert iets. Maar ja, voordat je dan weet dat het Parkinson is. En als dat besef dan komt, hè, raak je dan in paniek? Dat lijkt me een best een menselijke reactie namelijk. Ja, je gaat gewoon in een soort van paniekstand eerst. Dan denk je, joh, en nou, wat moet je? Want alle scenario's die je natuurlijk kan bedenken, daarvan weet je ook niet of het komt. Het is heel simpel. Je hebt mensen die het gewoon heel erg hebben. Die kunnen in 2 jaar in een rolstoel zitten. En je hebt mensen waar het heel zachtjes bij je ontwikkelt. Nou, daar heb ik dan een vorm van. Er zitten echt nog 100 of misschien wel meer dan 100 soorten tussen. Maar heb je dat, heb je dat nu onder controle, zeg maar? Want je zegt, ik kwam erachter toen ik die handtekening zette en dat ik in ene gewoon heel fel reageerde. Maar nu als je het aanvoelt komen, denk je van, je voelt het niet aankomen, het is de hele dag door. Dus het is eigenlijk een stofje wat je niet aanmaakt, dopamine. Dan komen die hersencellen, die sterven af door een reden die we niet kennen. En die moeten die dopamine-regulatie onderhouden. Dat gebeurt niet meer. Dus het is het omgekeerde van ALS. Ontvangertje kapot. Dan ga je het putje in en dan ga je een overlijdje. En een Parkinson-patiënt is het zendertje kapot. Maar als dat geholpen kan worden met een pilletje. Dus ik slik eigenlijk de hele dag door, eigenlijk om de 3 uur, medicatie. Om te zorgen dat die dopamine aanmaak er komt. Ja. Het is gewoon door die pilletjes krijgen. Dus dan heb je niet meer zo'n dat je fel reageert. Als je dat goed voor elkaar hebt, en dat is echt zeldzaam, want ik ben echt een streepje natuurlijk ook in dat soort dingen. Ik leg me er niet meer neer. Ik heb wel eens gezegd van, joh, ik heb het wel, maar ik pik het niet. Want ik wil gewoon mijn eigen ding doen. Maar dat is voor je naast de omgeving is dat natuurlijk ook gewoon fijn dat dat nu onder controle is. Ligt daar een link met topsportbedrijven, Leontien? Want hij laat zien, hij is het levende bewijs, wat mij betreft, pas voor de 2e keer overigens, dat het glas bij hem altijd half vol is. Is dat een van de kenmerken van iemand die Olympisch goud wint? Ja, ik denk het wel. Altijd denken in mogelijkheden, ook in deze tijd. Gewoon denken van, wat kan er nu wel? Eigenlijk wat jij ook doet. Ja, dat, je had ook een goede topsporter. Laten we het niet overdrijven. Leontien, laten we wel reëel blijven. En maar jij denkt toch ook, weet je baalt even dat je denkt, oh, 80% van mijn werk is weg. En uiteindelijk staan we hier. Tuurlijk. En denk je in mogelijkheden. Tuurlijk. Ik denk dat heb je gewoon nodig om het beste uit je eigen leven te halen. Ik ga geen woorden in de mond leggen, maar ik ga gewoon zeggen wat ik zie en voel. Jij maakt in je leven ongelooflijk veel mee. Sterker nog, je hebt een Leontienhuis met jongeren met eetstoornissen. Ik zie je met deze man praten en je bent voor mijn hartstikke geraakt. Ik vind dat gewoon heel erg bijzonder dat je... je zit zelf nog midden in die fase. En dat je in deze fase gewoon probeert na te denken van... wat kan ik voor deze groep betekenen? Ja, daar krijg ik kippenvel van. Dat raakt me. Je bent gewoon een mooi mens. Dat vind ik gewoon heel erg bijzonder. Mooi. Over mooi gesproken. Jij bent in het Leontienhuis al een aantal jaren bezig. Hoe gaat dat nu in deze tijd? Wij hebben natuurlijk ook in deze tijd het Leontienhuis moeten sluiten. Mm. En dat is heel moeilijk. Want juist in deze tijd... wil je er zo graag zijn. Maar
deze mensen die lijden aan anorexia en bulimia, dat zijn de breekbaren. En ja, je moet er niet aan denken dat een van die kinderen, een van die mensen, van die bezoekers, dat die corona er overheen krijgen. Mm-hmm. Ja, dan is het fataal. Dan is het gewoon afgelopen. Dus dan moet je besluiten om het Leontienhuis te sluiten. Maar ja, dan denk je samen met het team van hoe kunnen we ze dan wel helpen? En ja, dat doen we op een fantastische manier. Ja, hoe gaat dat? Heb je contact met ze via online meetings ja, en zo? Ja, online meetings. En ja, wij hebben, ik zeg altijd, mijn naam staat op het Leontienhuis, maar we hebben zo'n fantastisch team. Mm-hmm. We hebben meer dan 135 vrijwilligers, waarvan heel veel ervaringsdeskundigen. En iedere ervaringsdeskundige heeft een stuk of 5, 6 bezoekers die ze online helpen en die ze af en toe ook bellen. En ja, ik heb afgelopen week heb ik weer een meisje op 1,5 meter thuis ontvangen. Ik ben met haar, die had een streefgewicht behaald. Ben met haar een rondje gaan fietsen. Ja, dat soort dingen probeer je met elkaar te doen. Maar ja, ik doe dat. Maar al die andere lieve vrijwilligers doen dat ook op diezelfde manier. Betekent deze coronacrisis, die voor bijna alle bedrijven grote, forse gevolgen heeft, ook dat het voor jou moeilijker is dan ooit om geld op te halen om te doen wat je doet met je man en dat team van mensen? Ja, wij krijgen geen geld, geen subsidie van de overheid. En ja, normaal gesproken benader je bedrijven om het Leontienhuis financieel te ondersteunen, dat je kunt blijven bestaan. Maar ja, in deze tijd is dat natuurlijk heel erg moeilijk. En ja, ik hoop dat deze crisis heel snel voorbij is. En dat we weer bedrijven kunnen gaan benaderen en creatief kunnen zijn, zodat we toch kunnen blijven bestaan. Maar ik hoop ook dat de overheid... Heb je dat onderschat in het begin? Want je bent dan iets begonnen vanuit een passie, vanuit je eigen ervaring. Ja, maar je denkt er ook maar niet over. Maar het is een continu proces. Het is ook gewoon een bedrijf wat je draaiend moet houden. Ja. Dan denk je er niet aan. Denkt er niet aan dat zoveel bedrijven. Ja, daar begin je mee. Maar je denkt er ook niet aan dat er zoveel bedrijven getroffen worden. En ja, ik vind het nu ook niet. Ja, ik weet niet hoe jij daarover denkt met het maatschappelijke project. Maar ik vind het nu ook niet de tijd om bedrijven te benaderen om geld te vragen voor het Leontienhuis. Ben je het met er eens, Frans, of niet? Nou, zal ik je vertellen. Dat is denk ik het omgekeerde wereld wat je nou zegt. Want het kan juist wel. Ik heb natuurlijk met mijn stichting. Kijk, je gaat anders naar huis waar je gekomen bent, hoor. Nee, maar ik ga er helemaal van staan. Kom op. Gooi het in de groep. Ik heb natuurlijk ook met een kennis van mij, die doet Dag met een Lach. Dat is Jacco Brandt. Doen wij ook zieke kindertjes ronddraaien. En ik moet echt zeggen, dat is gewoon in de crisistijden, de goede bedrijven doen ook dan mee. Dat is echt zo. Ik ben eventjes een dagje rond deze rijden. Ik haal zo 4.000 euro op. Bij alle kennissen en vrienden. En dat zijn allemaal nog een beetje de kleinere bedragen. Maar ik denk dat bij de grote jongens gaat het toch door, weet je. Want die hebben toch wel ook een idee van, joh, ik moet juist nu wat geven in de moeilijke tijden. Want zo is het natuurlijk ook. Als je nu niet geholpen wordt, dan kan het ook fout gaan. Ja. Dus er zijn er toch meer, denk ik, die dat denken als dat je dat voor mogelijk houdt. Echt zo. Nou, kijk of dat kan gebeuren. Wat je ook doet, Leontien, praten we zo verder. We gaan naar de eerste video in deze uitzending. Althans, een ingestarte video. Januari waren wij met elkaar, met een aantal mensen in Ahoy, voor de Zesdaagse. Daar had jij je evenement met sporticonen. Daar heb je kinderen blij gemaakt en verder geholpen in het leven. Kijk maar. Hoe mooi is het? Sport is voor iedereen en vooral voor kinderen. Kinderen met een beperking, kinderen zonder beperking. Het is zo belangrijk dat kinderen je kunnen bewegen. En dat zie je. Dan krijg je de allermooiste glimlach. En ik word er blij van. Ik heb zelf een neefje met een beperking en het is gewoon mooi dat we hier aan ieder kind denken. Dus nogmaals, kinderen met een beperking en kinderen zonder een beperking. En dat gewoon met elkaar mixen en mengen en geen verschil maken. En dat, dat doet mij goed. De winnares van de Leontienhuis Promotion Cup 2020 is Vivianne Broeders! Het was een mooie middag in Ahoy, een mooie zondagmiddag tijdens de Zesdaagse. Een aantal vragen van
kijkers. Maar eerst gaan we de prijswinnaar bekendmaken van gisteren. Het boek Voor Altijd de Eerste over het grote succes 50 jaar geleden van Feyenoord, dat toen de Europacup won in 1970. En Melissa Woning, Melissa Woning moet je goed zeggen. Jij wint dat mooie boek van Robert van Brandwijk. Gaan we nu weer twee prachtige t-shirts weggeven. Eentje met de skyline van onze stad. Leontien is er weg van. Zou je ook staan? Kijk, ik vind hem mooi. Ik vind hem heel leuk. Jou staat alles volgens mij. Nou, niet alles, maar beschikbaar gesteld door Meet in Rotterdam. Mailen naar info@reur.nl als je dit shirt wil winnen. Of, meer voor de dames geschikt, jawel, Liefde is afstand houden. Ook een prachtig shirt. Liefde is afstand houden. Mailen naar info@reur.nl. Dan de eerste vraag voor jou, Frans van de Kijkers. Kees vraagt: hoe moeilijk was het om te accepteren als je op jonge leeftijd Parkinson krijgt? Ja, moeilijk natuurlijk. Of in ieder geval, je weet natuurlijk niet wat je ermee aan moet in eerste instantie. En uiteindelijk duurt het accepteren dan echt jaren. Zoals ook de medicatie instellen, zeg maar, wat in mijn geval dan heel goed lukt. Ook jaren duurt. Dus ja, je hebt ook de tijd, zeg maar, om het een beetje te accepteren. Mm-hmm. Maar de hele familie is natuurlijk de klos. En dat is ook echt, dat roepen ze dan allemaal natuurlijk. Ja, mm-hmm. Mijn vrouw die vindt het ook niet leuk als ik natuurlijk in een hoekje zit en ik heb mijn dag even niet. Ja, dat, zo kent ze natuurlijk ook niet. Zoals ja, want dat, hè, ik zie dat mijn zus kijkt, Marjolein Stout, die zegt: wat een mooie mensen. Dat gaat over Leontien, maar ook over jou. Ja, eigenlijk. Nee. Want je hebt het meervoud is dit. Meervoud. Je hebt het negatieve omgebogen naar het positieve. Maar ja, is het lot dan van je directe omgeving dat die, dat die bijna altijd die moeilijke momenten meezien die voor de buitenwereld verborgen blijven? Ja, zoiets wel, ja. Kijk, ik vertel natuurlijk alleen de mooie dingen, hè, want zo is het natuurlijk ook. Ja. Maar de depressieve kant en zo die je er allemaal van gehad hebt. Vanmorgen had ik toevallig iemand aan de lijn uit Zwitserland die er nu al 15 jaar woont. Die ken ik al heel lang, die jongen. Kwam ik vroeger als klant bij hem over de vloer. Heeft het dus ook. Ja, als je dan even zijn verhaal hoort, zeg maar, dat is eventjes schrikken hoor. Want twee jaar lang depressief geweest. Aan de depressiva, echt even dat je denkt, wow, dat heb ik gelukkig niet. Maar waarom ik het niet heb, ik weet het niet. Ik zit op mijn manier in elkaar en allemaal hebben we natuurlijk onze eigen oplossing om problemen te overkomen. Maar ik moet zeggen, ik heb natuurlijk een super vrouw en een hele fijne dochter. Die inmiddels ook echt wel weten hoe papa het ermee in elkaar steekt. Maar dan nog, het gaat nooit over. Je blijft alleen natuurlijk maar aftakelen en ja, het is gewoon, je moet ermee bezig zijn, denk ik, om het zo aangenaam mogelijk te maken. Dat weet je wat je perspectief is, Frans? Ja, als ik even heel kort de bocht ga, misschien wel een rolstoel. Als je geluk hebt, dan zeg maar, dat kan nog gek, hè. Ik heb echt mensen binnen 2 jaar in de rolstoel zien belanden met Parkinson. En zeg maar, waarom? Ik weet het niet. Die hebben echt pech, zo zie ik het dan maar een beetje glas half vol, wat je net zei. Ja. Robert Ouwendijk, ja, het is een gekke overgang, Leontien, die speelde ooit op heel hoog niveau amateurvoetbal in onze regio. Die zegt: woon je nog bij ons in Nieuwekerk aan den IJssel? Nee, ik woon niet meer in Nieuwekerk aan den IJssel. Nee, wij zijn een paar maanden geleden zijn wij verhuisd naar Rotterdam, Nesselanden. Oké, is jouw man Michael een handige klusser? De man die de zesdaagse runt heeft, voor alle duidelijkheid? Nee, maar ik heb niet zo'n leuke vraag voor mij. Ik heb een wereldvent, maar hij heeft twee linkerhanden. Heb andere, okay. Ik zeg altijd, hij heeft andere kwaliteiten. Ja, ik lust. Nee, hij kan. Wij hebben alles aan moeten laten nemen. Daarover, zelfs een schilderij ophangen heeft hij moeite mee. Ja, maar dan kunnen we Michael en ik elkaar een linkerhand geven in dit geval. Ik zeg in een bijzin: je man is de leider, de sportief directeur van de Zesdaagse. Dat evenement staat ook zeer onder druk. Zou in november er weer zijn en dan volgend jaar in november weer. Ja. Wat is daar de stand van zaken? Ja, dat weet ik niet. Weet je, je weet niet hoe dat heel dit coronavirus. Je weet niet hoe dat het er in november voor staat. Maar ja, dat moeten ze met elkaar gaan beslissen. Je weet ook niet wat mag uiteindelijk. Nee. Weet je, op het moment dat een zesdaagse en het is uitverkocht, ja, dan zijn er meer dan 6.000-7.000 mensen. Dus hoe lang gaat dat duren voordat dat weer mag? Maar ik hoop uiteindelijk dat het wel weer goed gaat komen. Want lege voetbalstadions. Uiteindelijk moeten we toch gewoon weer terug. Dat zijn de uitjes van heel veel mensen. Ja. Jamie zegt, en dan heeft die Leontien alles gewonnen wat je in een wielercarrière kunt winnen. Maar is er nou één moment waar je het meest trots op bent? Ja, dat is één moment waar ik het meest trots op ben. En dat is gewoon de Leontien worden die ik nu ben. Dat ik uiteindelijk gewoon de balans weer terug heb gevonden in mijn leven. En dat ik de eetstoornis heb overwonnen. Ja, dat heeft me gemaakt tot wie ik nu ben. En ja, iemand anders zegt van: Lia, blijft het feit dat je anorexia hebt gehad altijd een rol spelen in je leven? Nou, het blijft sowieso een rol spelen in mijn leven. Omdat ik nu andere mensen help. Dus op die manier wel. Maar
Nee, ik heb, ze zeggen wel eens ooit, heel veel mensen zeggen van ja, maar je komt er nooit meer helemaal vanaf. Nou, hier staat iemand, die is in ieder geval 100% genezen, maar die is er klaar mee, die is van 110% genezen, dus het kan wel. Iets wat mij persoonlijk fascineert, hè, wat mensen vragen naar het grootste succes of je mooiste moment, is er ook één grootste nederlaag in jouw wielerleven? Mag ik zelf een klein voorzetje geven? Ja. Ja, je weet welk verhaal ik ga zoeken, hè? Ja, ik weet het. Als er wel eens op het podium staat, ja, moet je dit verhaal vertellen, Frans. Nee, ik ben 9 keer wereldkampioen met 10. 9 keer? Ja, 10 klinkt natuurlijk veel mooier dan 9. Maar mijn vent heeft heel veel betekend. En die heeft bijna ieder succes, daar heeft hij deel van uitgemaakt. Maar 1 wereldtitel heeft hij verziekt in... tijdens het wereldkampioenschap puntenkoers in België. Ja, dat is echt gewoon verschrikkelijk. Ik stond aan de leiding en ik voelde je tijdens de puntenkoers voelde ik dat mijn zadel zakte. En toen ging ik op mijn, moest ik overstappen op mijn reservefiets. Maar Michael had zeg maar mijn goede wielen uitgeleend voor een of andere beurs of zo. Dus er stond een soort tractor stond er klaar. Oh. Nou, toen wilde ik hem echt. En uiteindelijk werd ik geen wereldkampioen, maar werd ik 5e. Maar nou, dat was niet zo gezellig, zeg we maar. Zien aan dat ze nog steeds boos is. Frans, zie jij dat ook of niet? Ja, daar zit het er toch nog een klein beetje dwars. Maar... Nee, maar dat is ook echt... Je doet er niks meer aan. Nee, je doet er niks meer aan. Nee, het glas is vol, hè? Ja. Het is vol. Een vraag die voor jullie allebei geldt. Van Raoul, heb je tips om te presteren onder druk? Dat geldt ook voor jou. Ook als ondernemer heb je onder druk moeten presteren. 40 mensen in dienst. Heb je tips voor mensen die daar benieuwd naar zijn? Ja, hoofd koel houden. Ja, maar hoe doe je dat dan? Ja, dat weet ik. Juist, de mensen om je heen verzamelen, dat scheelt ook een jas natuurlijk. Hè. Dat is sowieso een kunst. Als je echt moet presteren, moet je gewoon zorgen dat je hele goede mensen achter je hebt. Ik heb eens een keer voor de Rabobank ook een filmpje moeten maken over succesvol ondernemen in crisistijd. Dat was toen wij gingen nieuwbouwen. Mm-hmm. Er is eigenlijk natuurlijk niks te presteren. Je moet gewoon altijd hard werken en zorgen dat je dat met de juiste mensen doet. En dan gaat het nog het makkelijkste, zeg maar, die oplossingen. Want dan is uiteindelijk dan wat jij moet verzinnen, dat moet de rest allemaal uitvoeren. Dus als de ideeën goed zijn... Mm-hmm. Komt de rest vanzelf. Was de druk bij jou minder gaandeweg je carrière, Leontien? Nee. Alleen, ik heb wel op het moment dat je zeg maar weet dat je geen steken hebt laten vallen in de voorbereiding, dan word je ook rustiger. Want dan weet je of het nu een wereldkampioenschap is of een Olympische Spelen. Dan weet je gewoon dat je er klaar voor bent. En als je geen steken hebt laten vallen, mocht je niet winnen, dan weet je dat er eentje beter was op dat moment. Maar dan kun je altijd gewoon eerlijk in de spiegel kijken van... Nou, ik heb er alles voor gedaan, ik heb er alles voor gelaten. Dit is wat het is. En dan moet je daar tevreden mee zijn. Ja. En zo geldt dat nu ook voor de dingen die ik nu doe. Als je goed voorbereid ergens naartoe gaat... dan weet je gewoon van... laat maar komen. Ik ben er klaar voor. Tamara stelt een goede vraag. Als jouw dochter Leontien, de dochter van jou en Michael, Indy heet ze... topsport wil worden, ga je het stimuleren of ga je het juist afraden? Nee, ik ga het nooit fietsen. Nee? Ja, maar een andere sport? Tennis of... Topsport is leuk, maar het is ook heel zwaar. En ik zie nu zo'n blije gup, zo'n blije puber. En dan denk ik van ja, ik gun Indy wel gewoon sport. Ik denk dat dat voor ieder kind heel erg belangrijk is. Mm-hmm. Maar ik gun Indy gewoon een leuke sportcarrière. Maar eigenlijk ook gewoon met een leuke derde helft. Hoe oud is jouw dochter, Frans? We zeiden op de gang net trouwens dat ze moesten alleen doen wat ze leuk vonden. Hè, om kinderen. Ja. Hoe oud is jouw dochter? 18. En wat gaat die doen? Wat doet ze? Die gaat naar de Beauty Academie in Amsterdam. Na de vakantie. Ja, dus die gaat helemaal into de nagels en make-up. En mijn vrouw heeft een kapsalon. Ja. Hoe dus leuk is dat? Dus niet zoals jij in de Eurotreten. Maar doet ze aan sport ook? Heeft ze... Nee, ja. Ook de druk natuurlijk met uitgaan. Hè, want 18 worden is natuurlijk ook een sport uitgaan. Ja, ook een sport. Zo. Dat is heel zwaar. En dat gaat echt gewoon niet in je koude kleren zitten. Dus daar kan geen sport meer bij. Zeg maar. Mm-hmm. Dat vinden wij natuurlijk niet goed. Maar uiteindelijk heeft vroeger wel hockey door. Dus mijn dochter is echt wel wat mans, maar allemaal van die periodes. Hè. Ja. 18 jaar. In die handbalt nu en dat doet ze met heel veel plezier. En ik zie haar altijd met een glimlach. Doet gewoon leuk. Wim Jansen stond hier vorige week, won de Europa Cup 1 met Feyenoord, speelde 2 WK-finales met zijn zoon Wim Junior. Zei ook van, als kleine jongen zei ik al, als hij er maar plezier in heeft. Het talent heeft de generatie overgeslagen. Ja, maar dat is toch mooi. Weet je, als je de glimlach ziet op zo'n, weet je, of als het je kind is en je ziet dat ze blij zijn, wat ze uiteindelijk ook doen of hoe dat ze doen. Ja, weet je, in die handbal en die verliezen af en toe met 30-0. Maar dan komt ze van dat veld af en dan zie ik de allermooiste glimlach. En dan denk ik, nou, kind, helemaal goed, helemaal prima. Ik weet niet of we iets kunnen organiseren met elkaar, maar ik heb het behoefte om positief te eindigen. Hè? Althans, positief. Het is positief. Je hebt heel open, Frans, dank daarvoor jouw verhaal verteld. Graag gedaan. Jij bent open over
dat je het nu best wel moeilijk vindt om met Michael mensen te benaderen om het Leontienhuis te steunen. Ja. Ja, kijk, we toch iets kunnen doen met elkaar. Jij zegt al, ze moet wel aan de slag gaan, hè? Dat was jouw advies. Ja, nou, juist. Je moet ook eventjes weer bij ons langskomen bij Brian. Zeker de nieuwe baas van onze winkel. Gaan we wat voor je doen, denk ik. Dat zal hij vast goed vinden. Kijk. Nou, heerlijk. Ja, dat is mooi, hè? Bij elkaar nog eens, want ik heb er zelf ook wat mee natuurlijk met goede doelen. Ja, zieke kindjes rondrijden met de racing voor Parkinson Porsche natuurlijk en zo. Dus kijk maar eens op Facebook. Daar staat het allemaal op. Misschien kun je ook samen een keer een actie doen. Dat je kinderen met mooie auto's bij het huis ophaalt van haar. Precies. Gaan wij wat organiseren. Kom ik als vrijwilliger presenteren. Absoluut. Gaan we met elkaar iets moois maken. Hou hem aan. Dankjewel. Gaan we doen. En jullie bedankt voor het kijken. Dankjewel. Leontien Zeilert van Moorsel. Doe je man de groeten. Ja, doe ik. Als hij nu nog gedag zegt na twee slechte verhalen over hem vandaag. Die wereldtitel vergeven we hem nooit. Nee. Oh. Dankjewel Frans van der Elsen. Jullie bedankt voor het kijken. Morgen zijn wij weer. Dan met topondernemer Michel Peridon en Nick Hillebrand van Jax.nl. Tot dan. Tot morgen. Dit programma wordt vooral mogelijk gemaakt door Sanidump, Meenhuis Uitvaartzorg, Eurotrade en Jax.nl.